een heel raar, vreemd begin voor jullie, voor een nieuwe vlog die in aankomst is. Vlog, ik weet niet eens mijn nummer meer, 110. Ik ben er niet helemaal bij, maar dat wil ook wel, als je niet weet hoe en wat. Nou, vlog 110. Treurige dagen met over blijdschap erbij en asuitstrooiing van mijn schoonmoeder. Wat morgen zal geschieden, maar dat wordt weer een nieuw vlogje. Ja, ik ga niet alles aan elkaar aan gooien, want dan wordt het weer een hele lange vlog. En dat is voor mij niet leuk, maar ook voor jullie. Dus ik zou zeggen, ik wens jullie bij deze vlog veel kijkplezier, wat je plezier moet noemen, als je treurig bent. Mijn zwager zit ook hier, daar is hij, dat zwager. Dus ja, dat is Adrie gedaan, de broer, de oudste broer van mijn mannetje. Die is dus gekomen met de uren, dat staat al op een filmpje tussendoor. Maar ik wens jullie allemaal veel plezier om naar deze vlog te kijken. Enkel ja, ik heb zelf niet zoveel plezier. Maar ja, wie weet kan er komen. Het is verdrietig, blijdschap tegelijk voor mij. Blij dat het is. En blij dat ik het kan en mag doen allemaal. Dat, lieve vrienden, tot de volgende vlog. Wat? Is je weer zo miauwen? Hé? Maar oké. Lieve mensen. Het is zondagmiddag. Het is 13:57 en het is de 18e februari. Vandaag. Ja, dat ik ga koffie maken. En nee, ik ben niet naar de kerk geweest. Ik was wel vroeg uit. Maar ik zag dat de auto's wit waren en niet verdampen. Nee, het had flink gevroren. Toen keek ik op mijn telefoon bij mijn weer. En daar was het min 2. En het voelde aan als min 6. Dan gaat deze dame er niet doorheen. Nee, want dan had ik ziek al in de kerk aangekomen. Vol met pijn. Daar schiet je niks mee op. Kom dan. Kereltje. Hallo, kom. Zo. Dat, maar dan moet je ook nog weer terug. Nou, dan word je nog zieker door de pijn. Ik krijg nog veel meer pijn. Dan moet je weer door die kou. Dus ik heb het niet gedaan. En wat ik wel heb gedaan, dat is weer wasgoed gevouwen. Boven en opgeruimd. Dan moet ik straks even naar de Deka supermarkt. Want ik moet even wat halen, want ik had een zwaar gevraagd om die tuinbouw naar terug. Heet ik. Ik ben even de benaming kwijt. Normaal weet ik het zo. En nu ben ik even kwijt. Ja, ik hou toch goed. Of die tuinbonen lusten. En die lust ik dus. En dat ga ik vandaag even koken. Dan maak ik het ook al zo vast aan. Dat ik het zo al helemaal op hoef te warmen. En daar ga ik dus een rookworst voor nodig. En een schippeltje, een uitje. Ja. Dat, die bak ik dan en dat komt die tuinboot er doorheen. Lekker, net als met de bruid is lekker. En dan heb ik ook vlees op te pakken. Dat is hamburgers. Ja, wordt natuurlijk niet nou ja, voor een keer, het zijn ook dikke. Ik wil wel op de tafel zetten voor mezelf, of dat niet zo.
maar toch. Dat ik ga nou eerst lekker koffie maken. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, gezegende, liefdevolle zondagmiddag. En natuurlijk ook vanaf meneertje en mevrouwtje daar. En die mevrouwtje. En meneertje, is die er ook? Ja, die rode is er ook. Hé, kerel. Oh ja, man. Hoi. Hoi. Nou, die gaat dus door. Oh, die gaat nou eten. Eten van gisteren nog. Had hij laten staan. Dus ja, de eerste keer in tijden dat hij zijn eten heeft laten staan. Maar ja, dan komt ook licht buiten een bonk, hè. Hé, meisje. Ja, nou. Ja, je bent mooi, hè. Je mag er zijn. Ja, je mag er zijn. Ja, jij bent mooi. Jij mag er ook zijn. Ja, jullie allemaal. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot later op deze dag. Doei, doei. Zo, de boodschappen zijn weer in huis. Ja, dat ik ben net weer thuis. En weet je, aan deze camera kan je niet zien of die opneemt aan mijn kant aan de achterkant. En dan heb ik hem op mijn gericht. En dan zie je niet dat klompje branden of zo. Dus ja, daarom moet ik altijd eerst op wat anders schijnen, richten, voordat ik mezelf richt. Ja, doet hij het of doet hij het niet? Dus ik zal een bakje koffie maken. Poeh, dat was zwaar. En dat heet eigenlijk twee keer niet. Maar in ieder geval, ik zal het zo meteen uitstallen en opruimen. Je mag straks wij genieten, ja. Ik ga eerst even een bakje koffie maken. Dus ik zet je eventjes neer. Ja. Hé, hey meisje, was je daar ook weer? Krijg vrouwtje een kusje of niet? Nee. Nee, krijg ik niks. Nou, dan niet. Ja, dan niet hoor. Nee. Zo meteen een vaatwasser. Ik heb nou ook vaatwasserzoutje, ja. Ik heb het niet vergeten dit keer. Nee. Nou, een zakje. 4 minuten of niet? Denk ik wel. De rook wordt krachtig kruidig gemaakt. Ja. Nou, dan hebben we appelkoeken en gevulde koeken. Hebben we een pondje cake, bakkersbes, ja, maar ik heb ook nog de andere, indische, dat is dus voor deze, dan kan ik een paar plakken van de ene nemen, want niet iedereen is indische, dus ja. Daarop twee soorten. Oh, oh, oh. Zo. Joh. Zo. En mijn water kookt. He. Zo. Dat is één. Nou ja, wat zijn die? Ja. Nou. Wij vertrouwen de bounty bij de koffie. Nou, van de week stoofperen met kaarlapje en aardappelpuree. Lekker. Dat is heerlijk. Dan heb ik sowieso. Morgenavond hebben we tuinbouwtjes. Dag heb ik dat dus. Ja, ik heb fruit meegenomen.
waren in de aanbieding, een euro. Snijboontjes heb ik meegenomen. En die Marikaanse melange heb ik meegenomen. Natuurlijk weer tuinbonen. Broccoli. Dat is altijd zo zwaar, hè? Waarom moet het zo zwaar zijn? Ja. Phew. We kan die doos eindelijk weg. Dat was deze voor de woonmarkt. Deze komt voor bij de deka weg. Ja. Die kan daar wel bij. Dan moeten we het gaan inruimen, hè? Die is leeg. Dus die vouw ik gewoon keurig netjes op. Zo. En dan ziet hij er zo uit. En dan gaat hij in de kast. En zodra ik in de koelmobiel ga, dan gaat hij weer mee. En dan gaat hij voor het mandje. En dan zit hij weer in. Nou moet ik even denken. Overwaakt, want daar heb ik totaal verstand van. Nee, sowieso, dat ben ik dus. Maar ja, ieder heeft zijn eigen kunnen. Toch, vind ik, ook. Zo, de een is daar goed in en de ander is daar goed in. En ik ben daar dus slecht in. En hopla. Zo. Ik hoop dingen goed, maar dat is iets.
Dat gaat mijn petje te boven. Zo. En toen was er koffie. Ja. Daarna ga ik de vaatwasser uitruimen en opruimen. Daarna ga ik de nieuwe vieze vaat in de vaatwasser doen en dan aandoen. Ja, ook nog doen. Dus ja, dat staat dus hier in die tas. Kan nog opvouwen. Dat is keukengerei. Dat komt dan weer hier al onder andere in deze la. Ja, en dan ben ik zomaar eens met een bakje thee bezig in plaats van koffie. Ja, want ik heb al een maagtablet in moeten nemen. En dat is niet zo fijn. Maar ik heb de was goed opgevouwen. De la is overvol, zoals jullie wel zien. Ja, onderste la ook, die is ook helemaal vol. En de rode rakken wilde weer uit, dus ook eventjes doen. Daar ligt mijn prinsesje. Ja joh, ja joh. Nou gaan we weer hoor. En mondje is buiten mensen. Bom bezig met zijn kluif te kouwen. Kluif ligt achter, maar hij had wel wat in zijn bekkie. En dus ja, komt allemaal wel goed. En dan ga ik lekker een bakje thee doen. En dan ga ik even andere dingetjes doen. Eventjes hobbyën. De groenten staan wel op voor morgenavond. Voor mijn zwager en mij. Dus dat zijn de tuinballetjes. Uiteraard een klontje boter erbij, vanwege dat het niet overkookt. Ja, een klontje boter erbij, dan kookt het niet over. Dus, nou, ik ga zo meteen deze vlog eventjes, tenminste dit filmpje, alweer in de map doen. De camera leegmaken. En dan zien we wat verder wat we gaan doen. Ik ben moe. Ja, en ik ben al lang niet klaar. Maar jongens. Maar in ieder geval. Even een bakje thee, even bijkomen. Want ik ben niks van dan maar bezig. Met alles en nog wat. Ja, dat het toch een beetje netjes is. Nou, morgenochtend komt de mannelijke begeleider weer. Die doet hetgene weer wat mijn mannetje had behoren te doen. Daar was theewater. Ja, theewater. Koffiewater. Wat? Whatever. Dus eventjes een bakje thee. Hup. Eventjes thee maken. Zo. Klaar. Nou, dan breng ik eerst even een viltje erheen. Ik heb maar... daar wel bijhouden bij jullie. Nee, dat gaat nog niet. Nee, dat gaat niet. Nee. Dan heb ik die beker in mijn handen en dan kan ik hem niet aanpakken met mijn rechterhand. Dat gaat niet, hè? Ja, dat heb je weer, hè? Heb ik jullie even bij me. En dat gaat het weer niet. Dus, nou ja, zo kan het ook. Nou, meteen. Nee, geen koek erbij. Ik heb alles voor mijn maag. Misschien vanavond. Het is maar aan het eten. Het is al gewoon 4:15. Zo wat. Tien over, 11 over. Die heeft 10 over. Hoe laat is het zelf, weet ik niet. 15 over. Wat heeft de pc? Ook 15 over. Dus ja. Ja, dat tiet hold ik in schaft, zeggen we dan. Ja, de tiet hoort geen schoft. Wij wel, maar de tiet niet. Nee. Die gaat wel door. Die rennen wel door. Ja.
Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, voor degenen die straks gaan eten, een smakelijk eten, een fijne, liefdevolle avond. En voor nog later op de avond, welterusten, slaap lekker, mooie droom en God zegen en een fijne maandag. Zo vast geweest. Uiteraard kom ik morgen weer retour, vanavond niet meer. Ik ben even zwak. Ik heb genoeg gedaan en ik heb nog genoeg te doen. Dus ik zeg tot morgen. Rijst erbij. Lukt me erbij. Ja, en een hele goede morgen. Het is hopeloos. Het is 19 februari. Hoe laat het is, weet ik niet. Moet even kijken. 9:45. Ja, straks komt mijn begeleider weer. En ik ga even koffie maken. Ik kreeg natuurlijk een telefoon voor. Van Wonen Plus. Ja, als je daar lid van bent. En één keer in de maand een bijdrage geloof ik betaalt. Dan, en je hebt klusjes, dan sturen ze iemand naar je toe om de klus te klaren. Nou ja, zo is er vorig jaar al een meneer gekomen om dus met de vlaggenmars bezig te wezen. En hij vertelde wel dat het ook leuk dat hij hier al een paar keer aan de deur was geweest. Ik heb nooit met iemand gezien en gehoord of wat dan ook. Dus ja, moeten ze aanbellen, hè. Ja, gordijnen waren nog dicht. Oké, was ik weg. Nou ja, het zal, of nog bed, ik weet niet. Als ik er helemaal nog weg ga, ja, dan blijft de gordijn in de keuken dicht. Maar, voor de rest, ik zou het niet weten. Of ze ziek geweest, zijn ze ook dicht. Ja, als ze boven bed weg, zijn ze ook dicht. Simpel zoet. Maar zometeen komt van mij een begeleider. Dus ik ga nu even koffie maken. Er zit water in dus. En even een broodje nog maken. Ik hoorde miauw. Oh, ja, weer op de stoel, hè? Ja. Dan mag jij graag liggen, mijn meisje. Ja. Wat miauw. Hé, wat miauw. Ja. Te vertellen. Ja, mrouw, mrouw. Ja, is het mrouw? Ja, is het miauw? Hé? Mrouw? Ja. Nou, gelijk heb je meisje. En daar hebben we er nog één. Hero, hier rakker. Rode rakker. Nee, je komt niet op stoot. Stootje gaat eten klaarmaken. En meneertje daar, die ligt weer heerlijk op de bank. En waar mijn andere meisje is, dat weet ik niet. Ik kan achter de bank wezen op de vensterbank. Ja. En dus. Maar in ieder geval, ik heb het vandaag dus druk, druk, druk. Als eerste, dan komt mijn zusje, vriendin, weet je nu nog? Het is maandag, dus komt maandag en vrijdag. Dan zal ik hulp Rebecca, die komt. En pas om 2:00 vanmiddag komt mijn zwager aan in Den Helder. Dus ja, wat op 2 kan ik hem hier verwachten. Dus ja, die is weer te laat weggegaan, naar mijn idee, denk ik. Want hij is al vroeg gekomen. Ja, dat noem ik niet vroeg meer, hè. Nee. Vroeg is rond 11:30 in Den Helder aanwezig zijn. En dan eventjes een klein stukje lopen. En ja, dan kan hij 11:15 12:15 hier wezen. Want als ik naar Den Bosch zou gaan, hij woont dan in Prinsenbeek. Nou ja, dat ligt nog niet zo ver van elkaar. En hoe lang is het reizen? Maar ja, dat zal wel weer op of hand wezen dat hij weer om moet rijden. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dan moet ik vanmiddag as delen. Dat is minder prettig.
zal ik wel een traantje van fluiten. Ik zie wel. Maar in ieder geval, dat staat mij vandaag te doen. Ja. Dat is niet leuk allemaal. Maar ja, mijn water heeft gekookt. Dus, koffie. Zo, lekker bakje koffie. Kunnen we genieten. Ik ga nu even een broodje maken. En ik wens jullie allemaal. Ja, het regent. Dus een regenachtige, gezellige, liefdevolle dag toe. Degenen die werken moeten werken. Degenen die niet werken moeten, nou ja, doe wat je doen wilt. Geniet ervan. Ik zie jullie vandaag, weet ik van wanneer, wel weer. Ja. Ik weet niet hoe laat. Ik weet niet hoe de dag verder, wat dat er gaat qua vloggen verloopt. Maar vloggen doe ik zeker. Tot later. En nou doet hij het. Ja. En nou kan ik dus op mezelf gaan richten. Zo van, hallo allemaal. Nee. Nee, ik weet niet wat het is. Dat is wanneer je hem dus aan de lader doet. Gaat die flikkeren. Dus nou doet hij het. Nou ja. Maar ik moet altijd eerst op iets anders richten voordat ik weet dat hij het doet. Ja, of de, ik krijg Adrie. Ja, nou hè? Nou, gelijk rond de film. Ja, tuurlijk. Dat weet je, hè? Karin, die is boos, niet kom op iemand anders. Laat maar. Ja, even wachten. Ik wil even mijn zwager gedag zeggen. Dag, zwagertje lief. Dag, schoentjesje lief. Wat ben je lekker koud. Oh, ja, lekker warm. Mijn zwager dus. Goeie reis, schat. Ja. Mooi. Dag, Karin. Hey, Karin. Hoe is het? Ik ben lekker druk bezig. Ik kom speciaal aan mannen met hem. Oké. Okay. Nou, dan ga ik koffie voor je maken. Ze is voor mij bezig. Oh. Nou, ik zal koffie maken. Want ja, hij heeft een lange reis achter de boeg, dus. Maar hij is er. En waar is moedertje? Ja, ik, verdrietig en blij tegelijk. Klinkt vreemd, hè? Ja, verdrietig en blij tegelijk. Deze mini-urentjes zijn allemaal gevuld. Ook. Dat urkje is gevuld, die is voor mijn zwager. Die gevuld is voor mij. In de strooibus waar mijn mannetje ook in zat, daar zit ook een gedeeltelijk asje van mijn schoonmoeder. En dan, dat is de echte urk. Maar het lijkt wel een vuilnisemmetje. Ja. Nou, en dan hebben we nog een heel leuk ander mini-urentje. Die zal ik zo laten zien. Deze is van mijn zwager. Die anker, daar zit mijn geliefde man in. Dat buisje, daar zit ook wat in van mijn schoonmoeder. En dan, ja, zo leuk. Ook een mini-urend. Ja, hoe klein, hè? Hij is nog kleiner dan het buisje. Ja, ik zal hem weer neerzetten en dan zal ik hem even
zo doet. Hoe klein. Ja, heet over de wereld. Tjonge nog toe. Maar ik ben blij dat het weer gedaan is, dit gedeelte. Morgen en middag as uitstrooien. Ik zal de boel verder op gaan ruimen. Want er wilde weer eentje eruit. En het zal niet zo wezen. Die is de hele middag weer lastig met erin en eruit willen. Terwijl die zo lief is. Nou, kom dan, meneertje. Kom. Ben je eraan? Ja, doe maar gauw. Doei. Je bent natuurlijk lief. Hé? En dat meisje daar is ook zo lief. Ja, en ik heb net het gedicht van mijn zwager even gezield. Dat heb ik even hier gedaan in de keuken. Daar heb ik vlak ondergrond en schoon ondergrond. Dus ja, dat heb ik ook gedaan. Dat gedicht ga ik thuis voordragen. Lekker niet met dat lichtje erin te schijnen. Nee. Maar ja, ik wil het wel even voordragen. Even zo neerleggen. Lieve familie en kennissen, wij zijn helaas niet met velen. Maar het zal toch enigszins ons wonden helen. Maar ook weten wij dat er meerdere hier hadden willen zijn. Dat is dan ook wel weer fijn. Wij gaan vandaag onze dierbare moeder, schoonmoeder, vriendin en voor mij meer dan dat. Ook een zusje was ze voor mij. Dat was zo mooi en zo bijzonder. Dat maakte haar zo blij. En straks, net zoals vorig jaar, gaan we dan dezelfde weg afleggen. En daar ook, daar te plaatsen, zal ik weer wat zeggen. We gaan dan onze laatste groet naar haar doen en strooien haar as in zee en geven haar een handzoen. Net zoals haar zoon, mijn man Jack, is voorgegaan naar een beter bestaan. En daar kwam mijn zwagertje weer thuis. Die is even boodschappen wezen doen en naar haar juwelier wat hij daar moest doen, dat weet ik ook niet. Maar dat merken we dan wel weer. Een ringetje halen, zegt hij. Nou ja, dat moet kunnen. En hij heeft thee voor mij gehaald. Ik heb wel thee, maar dat zijn allemaal smaakjes thee. En dit is gewoon een normale thee. Oh, en secondenlijm heeft hij gehaald. Voor haar lachen, 79 cent bij de Vibra. En ja, ik maak weer reclame. Maar ik word er niet voor betaald. Nee, ik word er niet voor betaald. Nee. En ik heb tenminste weer gewoon een thee. Zo is dat. Want als ik last van mijn maag heb, dan moet dat gedaan worden. Ja, wel even normale thee. Mijn lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag. Gaan wij ook nog even doen. Met een bakje koffie. En heel veel respect en fatsoen voor mijn schoonmoeder. Zeker moeder. Centjes terug, ook dat krijgen we nog. Dat gaat goed hier. Ja, dus lieve vrienden, tot strakjes. Ja, jullie weten al wat we gaan eten of niet dan. Nee, ja, ik heb het wel gezegd, maar ik heb het nog niet laten zien. Dus het komt allemaal nog goed. Ja hoor, tot straks. Doei doei. Ja, en het einde van deze vlog. Dat draag ik ook, deze vlog draag ik dus ook op aan mijn schoonmoeder. En dan ga ik dit gedicht voordragen op de plek waar we haar as uitstrooien. En daar wil ik ook deze vlog mee proberen te eindigen. Ja, maar ik weet even niet hoe ik dat moet hebben. Maar dat doen we, ja, dat gaat glimmen voor jullie. Denk ik, ben ik bang.
precies geboren? Toen. In Breda. Ze is overleden. Daar. Ja, in Den Bosch. Inderdaad. Maar ik probeer het voor te dragen, maar het spiegelt allemaal. Mevrouw D.A. Beekmans de Jong. Difna Adriana. Roepnaam Dini. Lieve moeder, schoonmoeder, oma, zusje en vriendin in één. Lieve schat, jij bent van ons heen gegaan. Waar jij graag heen wilde gaan. Naar jouw zoon. Dat wilde jij. Dat was voor jou heel gewoon. Maar jij liet ons en je lieve man Martin alleen. Waar moeten wij nu heen? Maar voor één ding ben ik blij. Dat wij samen een gesprek hebben gehad. Zij aan zij. Het was alleen niet een leuk gesprek. Het ging al over je dood. En je kunt het zelf amper lezen. En let net dat we dat terwijl we zaten te eten aan ons brood. Jij had een aantal wensen die je graag wilde laten doen door mij. Dat maakte mij zeer verdrietig, maar ook weer blij. Die wensen gaan we vandaag op de dag dat je bent geboren. Daarom zal ik dit gedicht anderen laten aanhoren. Ik draag het voor om zo te laten zien dat ik heel veel van jou hou en niet alleen als een schoonmoeder, maar als een zusje. Daarom blijf ik jou ook trouw. Je bent nu samen in het hemelsparadijs bij je zoon, wat mijn geliefde man is en die ik nog steeds heel erg mis. We staan nu weer op dezelfde pier in Den Helder op de dijk al hier. Vaarwel, lieve schat. Vaarwel, moeder. Vaarwel, lieve schoonmoeder. Nee, niet waar. Vaarwel, schoonmoeder. Vaarwel, oma. Vaarwel, zusje. Vaarwel, vriendin. Ooit zien wij elkaar daarboven elkaar weer. Nou ja, het was niet helemaal foutloos. Maar ja, ook mijn ogen. Die zijn niet zo goed meer. Nee. En daarvoor sorry. Lieve vrienden, geniet van uw dag. Ik sluit af met mijn mooiste glimlach.